Welkom terug weer allemaal bij een nieuwe online freerun wedstrijd. Vandaag hebben we nog twee battles op programma staan en dat zijn de finales. We beginnen zometeen met de eerste battle tussen Kjell en Niels. Dit is in de categorie tot en met 11 jaar. En daarna eindigen we met de battle van Micha en Jesse in de categorie tot en met 12 jaar. Allereerst weer bedankt voor alle runs. Ziet er weer mooi uit. Voor ons nu wel de lastige taak om twee winnaars te trekken. Dus uiteindelijk wel gelukt. We gaan de video vandaag kort houden en we gaan gelijk starten met de eerste battle. Die gaat dus tussen Kjell en Niels. Kjell die voor zijn run een halve gymzaal tot zijn beschikking had. En Niels weer een hele vette run in zijn achtertuin. Kjell die heeft qua moeilijkheid best wel wat punten gescoord. Niels die heeft qua creativiteit ook behoorlijk hoog gescoord. Toch een dive roll over het vuur heen te doen en te eindigen op de motor. Voordat wij de winnaar trekken willen we wel eventjes zeggen nog dat het leeftijdsverschil tussen Kjell en Niels best wel groot is. Plus minus 3 jaar. Maar we hebben wel twee verschillende categorieën, tot en met 11 jaar en vanaf 12 jaar. Dus we beoordelen wel de runs zoals we die echt hebben gezien, ondanks het leeftijdsverschil. De winnaar van de eerste battle, tot en met 11 jaar, is geworden Kjell. Gaan we meteen door naar de laatste battle, dus de finale vanaf 12 jaar en ouder. En die gaat tussen Micha en Jesse. Micha weer een hele vette run in zijn achtertuin en Jesse een run bij de Biep in Drunen. Qua moeilijkheid heeft Micha meer punten gescoord dan Jesse. Qua creativiteit heeft Jesse weer wat meer punten gescoord dan Micha. Dan hebben we nog de flow, dus hoe jij de tricks aan elkaar verbindt. En daar heeft Jesse wat meer punten mee verdiend dan Micha. Dat betekent dat we een winnaar hebben voor de categorie tot en met 12 jaar en dat is geworden Jesse. De winnaars, dat zijn dus Kjell en Jesse, die mogen voor 1 week lang een airtrack lenen. Neem maar eventjes contact met mij op en dan gaan wij daar een afspraak over maken. Daarnaast willen wij alle deelnemers, dus niet alleen deze 4, maar alle 24 jongens, heel erg bedanken voor hun deelname aan de wedstrijd. Wij vonden het in ieder geval superleuk om dit te organiseren. Misschien dat het nog een vervolg krijgt voor bijvoorbeeld een zomervakantie. Moeten we nog eventjes naar kijken, dus vond je het leuk, dan laat maar even weten.
Daarnaast hopen wij jullie allemaal weer heel snel te kunnen zien in de gymzaal of buiten. Want dan betekent dat wij onze lessen weer mogen voortzetten. Dus hopelijk tot snel allemaal.